Yo, het is je boy Easy Man. Jullie kijken weer naar een gloednieuwe video van de Easy Man Goes Pro. Ik ben vandaag met een hele gekke speler. Hij heeft bij PSV gespeeld, bij NEC. En hij is gepromoveerd met Sparta. Ik ben met niemand minder dan... Mohamed Rahi. Vakka, alles goed? Goed met me, ciao. Ja, lekker man. Waar zijn we? We zijn nu in Eindhoven, in Woensel, in mijn wijk. En hier ben ik opgegroeid. En hier gaan we het laten zien, man. Oké, ik ben benieuwd, man. Let's go. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw skills, man. Ja? Ja, man. Ik heb heel veel gekke acties van jou gezien op veld. Maar kan je dat ook op straat? Ik ben geboren op de straat. Ik heb altijd gevoetbald op de straat. Dus ik heb het lang niet meer gedaan, maar ik ga mijn best doen, man. Hey, klapper! Wat deed je daar, man? Ja. Zoals je al gezien, dit was de skill time met Mohamed Rahi. Ja, en nu gaan we op naar de challenges. Ben je een beetje warm? Ik ben heet. Oké, let's go, want je liet me net echt even stuurslot dingen, shaky shaky. Oké, ja, we zijn hier in jouw buurt. Ja. Kan je wat vertellen over jouw buurt? Ja, ik ben hier vanaf 1994 ben ik hier geboren. En lekkere buurt, veel goede mensen. En altijd lekker voetballen op het pleintje. Iedereen wil voetballen. Dus dat is mooi in deze wijk, man. Oké, mooi. En zijn er ook nog andere voetballers die hier in de buurt wonen? Nee, ik ben eigenlijk de enige. In deze wijk ben ik de enige. En dat maakt het wel extra speciaal omdat iedereen naar je opkijkt. Oké, welke speler was jij vroeger op het straatvoetbal? Welke speler was jij? Ik was wel een winnaar, man. Ik zeg jou eerlijk, we speelden 3-3 altijd. Ja. En ik was wel echt een winnaar. Ik kon wel genieten van de pannen en zo, maar uiteindelijk... Gingen we altijd voor de winst, want de winnaar bleef staan en anders moest je de hele dag wachten. Oké. Ik was echt een winnaar, man. En hoe waren de straatregels hier zo? Bijvoorbeeld zeg maar, bij mij, in mijn buurt, was zeg maar, als je ging spelen in de kooi, als je had verloren, dan mocht je niet meer in die kooi, pas volgende dag. Snap je? Nee, man, zo je weet het, toch? Was niet, nee. Omdat er waren veel mensen, nee. Dus als jij verliest, was jij gewoon kaka. Maar bijvoorbeeld bij Jetro Willems zeiden ze gewoon van, oké, als jij hebt verloren, dan moet jij gewoon wachten. Snap je? En dan moet je gewoon heel lang wachten, weet je. Bij ons was het echt gewoon 3-3. En als je verliest, dan moet je wachten. En je had heel veel teams. Ja. Yeah. Als je verliest, dan moet je uren wachten. Dus niemand wou verliezen, snap je? En soms waren er wel eens opstootjes, ruzies. Maar... Ja, dat ze gingen staken en ja, zo. Ja, tuurlijk. Dus dat hoort ook bij. Dat is gewoon straat, dat is bij iedereen zo. Oké. En ik zie het veldje. Zo, het is wel echt prachtig, man. Ik denk, hij is volgens mij niet veranderd. Is hij altijd zo gebleven? Ja, hij is altijd zo gebleven. Oh, dus het is echt geschiedenis, man. Of niet? Heel lang zo gebleven. En hij is nog naast mijn basisschool, waar ik 8 jaar heb gezeten. Hier rechts is mijn basisschool. Om de hoe heet die basisschool? Cornelis Jetsus. Ai. Daar heb ik, van school ging ik naar hier. Van hier ging ik weer naar huis, dus... Dus je had alles in hand bereikt? Ja, alles was in hand. Basisschool, voetbalpleintje, Osso. Ja, we zijn aangekomen bij de eerste challenge en dat is de shootout challenge. En laten we de rock, paper, scissors doen voor wie als eerst gaat beginnen. Dat is goed, gaan we doen. 3, 2, 1. Oké, jij beslist. Jij begint? Ja. Oké, allebei 10 pogingen, eerst 5 om 5, ja? Oké, let's go.
Lekker man. Als je... Hij heeft al gewonnen, maar easy man, you know how we do. Golazo, golazo voor de in, golazo, ja toch? Ja, lekker, lekker, lekker sterk. Ah, nee man, scheiße. De eerste challenge is gewonnen door Mohamed Rahi. 5-2. Major love naar hem en hij heeft terecht gewonnen man. Ja, we zijn aangekomen bij de fire questions. Dus ik ben benieuwd of je ready bent man. Ik ben zeker ready. Ja? Ja, oké. Okay. Taji of Pastilla? Taji. Diroy Duarte of Laros Duarte? Derde Duarte. Eindje of Roffa? Eindje. FIFA of PES? FIFA. Barça of Real? Barça. Ronaldo of Messi? Messi. Op de bank bij PSV of in de basis bij Sparta? In de basis bij Sparta. Oranje of Marokko? Marokko. Halil Dervis Guglu of Adil? Adil. Jozef Zoon of Bergwijn? Bergwijn. Nico Jalink of Alexander Rankovic? Ah, Nico Jalink. Wie is gekker in zijn hoofd? Royce Drenthe of Lars Veldwijk? Royce Drenthe. Voetballen in Engeland of Spanje? Spanje. Wie is de beste speler tegen wie je hebt gespeeld? Matthijs de Ligt. Wie is de slechtste speler met wie je hebt gespeeld? Fire questions. Memphis Depay. Carrière eindigen bij? PSV. Wie heb je de velenste panna gegeven en voelt hem nog steeds? De rechtsback van Volendam dit jaar met Sparta. En is die panna die je van mij hebt gekregen vandaag de ergste die je tot nu toe hebt gekregen? Ja, dat is wel ik. Nee, Traoré in de arena tegen Ajax. Ja? Hoe gaf hij jou? Een hele vies aan de zijlijn. Hoe is het die? Lekker man, je hebt die fire questions overleefd. Ja, dikke SO naar jou man.
Ja, ja, we zijn aangekomen bij de tweede challenge. En dat is natuurlijk de Panna Challenge. Mohammed, ben je ready? Ik ben heel... Als ik door 3 tel, dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, go! Gefeliciteerd, man. Thanks, man. Wat vond je van de tweede challenge? Ja, vieze pannen gehad. Blijven lachen, altijd blijven lachen. Blijven lachen. Maar de vorige pot heb ik gewonnen, dus 1-1. Ja, man. Let's go. Op naar de derde challenge. Easy, man. Ra. Oké, we zijn aangekomen bij de laatste challenge. Het staat 1-1 in challenges. Ja, je had me helemaal gestuurd in die shootout challenge. Ja, en ik heb mijn grammetje gehad. Ik heb je een lekkere panna gegeven, je weet toch? En nu gaan we de Dizzy Crossbar Challenge doen. Dus dat betekent, wij gaan 10 rondjes, jij gaat 10 rondjes draaien om de bal. En daarna moet je die bal op de lat schieten. Als jij hem raakt, heb je gelijk gewonnen. Is goed, ja? Oké, okay, let's do this. Oké, rak, peper, sissen. Ah, wie begint? Ik, ja. Oké, is goed. Oh, mag ik kiezen? Ja, 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 jij zei ik. Ja, jij begint. Oké, is goed, is goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oei, oei. 1, 2, hij is langzaam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hij heeft nog Ramadan. Kom, raak hem, raak! Oei, oei. Jij gaat vanavond lekker eten, broer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom, kom, je hebt tijd, je hebt tijd. Ik zie het, ik zie het. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog een nabeurt, hè? Easy, man. You know how we do it. Bang, bang. Ik heb nog een nabeurt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waar ben ik? 9, 10. Hij moet die dizzy eruit halen, toch? Yes! Jawel, man. Lekker, 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 lekker. You know, you know. Yes, yes, yes. Dankjewel, dankjewel. Ja, je hebt het gezien. We zijn hier met Mohammed Rahi en de challenges. Ja. Je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen. Oké, ja, we zijn nu een beetje aan het einde van de video gekomen. En ik vraag altijd de profs of ze een speler op de spot kunnen zetten. En ik ben benieuwd of jij iemand op de spot kan zetten. Maakt niet uit, iemand waarvan je denkt van oké, easy man, hem moet je echt een panna geven. Je weet ja, toch? Even denken. Ik heb vaak discussies met één speler die altijd denkt dat hij beter dan mij is. Met panna's. Dus... ik weet al wie. Groeneveld van Club Brugge. Oké. Even kijken of die gaat opnemen. Let's get it, man. Groeneveld van Club Brugge. Ik ben benieuwd, broer. Even kijken. Waar is die? Arnoud. Bel hem, bel hem. Ik ga hem bellen, man. Hij is sowieso aan het slapen. Hij moet opnemen. Salamu alaikum, broeder. Alaikum salam, hè, broeder. Alles goed? Ja, alhamdulillah. Alhamdulillah, goed. Luister, ik heb jou nodig. Ik heb net verloren met een challenge op straat. En jij zegt altijd dat je beter dan mij bent. Dus ik ga jou uitdagen voor een challenge om tegen deze man te spelen. Easy, man. Neem jij deze challenge aan, ja of nee? Ik wil weten. Ja. Als jij hebt verloren, moet ik wel even winnen. Snap je? Oké, ik heb vertrouwen in jou. Oké, dus ik moet die panna die ik aan jou heb gegeven, moet ik doorgeven aan hem. En dubbel zo hard. Dubbel. Oké. Okay. Geen probleem. We got this. Ja? Dus neem jij hem aan? Je, doe alvast je huiswerk. Kijk mijn Instagram, EasymanTV. Kijk EasymanTV, je weet toch? Wees voorbereid. Want als je niks regelt, broer. Moet jij tasje voor mij brengen, man? Ik heb één panna gehad. Ik heb één panna gehad. Zo eentje die jij ook op de training hebt gekregen bij NEC. Maar ik heb jou ook heel veel gegeven op de training. Heel veel. Laat me aan deze man zien, ja? Is goed, jongen. Wij zien jou snel. Wij komen naar jou. Naar Brugge, toch? Is goed, bro. Is goed. Staat. Ciao. 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 Ja, we zijn aangekomen bij het einde van de video. Het was gezellig hier in Woensel Noord. We hebben brokkel gemaakt. En we waren hier met Mo Rahi. Dikke SO naar jou. Je weet zelf, de boys in de buurt. Laat je even horen. Ja toch, zo doen we dat. Love en respect. En Mo heeft Arnoud Groeneveld op de spot gezet. Dus wij komen naar jou binnenkort. Are you ready? We got this. Easy man. Like en subscribe mijn YouTube channel. Easyman TV. En dikke SO naar Mohammed Rahi. Volg hem op Insta. And you know how we do it. Love and respect. And we out. Bang bang. Thanks.